Hallo serpentjes, ik ben Rick van Serp Gameplay en welkom in Vlogland. Ik hoor daar op de trap mijn persoonlijke butler. Hey Anna. Ik had Anna gevraagd of ze me cornflakes wilde brengen. Het is nu een vlogding. Tweede vlog, cornflakes. Derde vlog, cornflakes. Vierde vlog, waarschijnlijk geen cornflakes. Goedemorgen in ieder geval, het is 9:30 morgens. Hier is trouwens mijn coole kast, die zie je bijna nooit, maar het is echt best wel een coole kast. Voel je me? Nee, ik ga niet voelen. Man. Hey, ik ben uit bed. Nu niet meer. Vandaag staan de volgende fantastische dingen op de planning. Ik heb een kleine fanmeeting in Utrecht waar bijna niemand naartoe komt. Dat wordt redelijk triest. En daarna doe ik mee in een stand-up comedy wedstrijd tegen 15 andere comedians. En daarna komt Rick uit de kast. Nog even een kleine computer update. Shit, werkt nog steeds niet, maar ik ben er druk mee bezig. Afgelopen maandag ben ik naar een gast gegaan die zo'n beetje genoeg onderdelen thuis heeft om 10 computers te maken. Hebben we één voor één alle onderdelen aan de computer vervangen om te kijken wat er niet werkt. Blijkt dat de RAM niet werkt. Hebben we de RAM in een andere computer gezet, werkt die wel. Dus deze RAM weigert gewoon te werken op mijn moederbord. Dus, nieuwe RAM besteld. Hey, dus als het goed is, morgen, zondag, heb ik een werkende computer voor niet leuke video's. Welkom bij een nieuwe wc-vlog! Sinds de vorige vlog ben ik niet zo'n groot fan meer van de wc-vlog. Toen deed ik namelijk dit. En dan kon je zeg maar een klein deel van mijn pik zien in de vlog. En mensen werden helemaal gek van wow, piemels! En ja, zo speciaal vond ik het niet. Het was gewoon echt... Als je echt heel veel fantasie had en echt fucked up de video 30 keer had teruggespoeld, zag je een heel klein stukje vlees wat waarschijnlijk mijn penis is. En als je dat dan doorberekent bij heel normale vrouwen in lengte dikte, was die gewoon best lang. En dat mag je gewoon weten. Alleen ik probeer gewoon even te plassen, joh. Voor de mensen die wel eens plassen met een badjas aan, die snappen de struggle. Plassen met een badjas is echt kut. Want je plast meestal net niet over je badjas. Kijk, ik zal even laten zien wat ik bedoel. Nee, best een piemel. En verder is dit een foto van mijn broertje toen hij klein was. En dit is een foto van mij toen ik klein was. Godverdomme schat. Oh mijn god. Wie het laatst lacht is traag van begrip. Of vindt het gewoon niet grappig. Zo, mijn outfit of the day voor de fanmeeting is helemaal compleet. Enige probleem is ik moet nog video's maken. Want ja, zeg maar 99,9% van de fans komen niet naar de mini fanmeeting die ik 2 dagen van tevoren heb aangekondigd. Super logisch. En die willen waarschijnlijk gewoon filmpjes. Leven gaat door, man. Dus wat ga ik opnemen? Geen idee. Ik moet zo weg. Dus ik ga me even gauw een goed idee krijgen. Hoi allemaal. Ik ben eventjes een Monster & Co filmpje aan het maken. Huh? Hoe werkt deze shit? What? Lol. Ik sta op het punt om te vertrekken richting de fanmeeting. Maar ik ben nog eventjes gauw last minute mijn tekst aan het aanpassen. Want zo ben ik dan ook wel weer. Ik zal zo meteen meer vertellen over de comedywedstrijd. En je gaat het zien in de vlog. Ik moet nu heel snel weg, anders mis ik mijn trein. Kut. What up party people, op weg naar je favoriete Utrecht. Utrecht. Dit is mijn Anna, die liever niet herkenbaar in beeld wil. Ik ben momenteel een beetje op mobiel mijn tekst aan het doornemen. Ik vind het best wel spannend, want de laatste paar keer als ik stand-up comedy doe, heb ik gewoon vaste grappen. Ik weet, die zijn leuk, mensen lachen. En vandaag heb ik maar 5 minuten, dus ik wil echt 5 minuten super grappige shit, maar ook een beetje persoonlijk. Dat mensen in 5 minuten weten wie ik ben. Dus ik heb allemaal nieuwe grappen en ik ben bang dat die dan niet werken. En dat ze dan tomaten gaan gooien en me doodsteken. Ik sta nu bij de Burger King en de titel kan echt worden Fanmeeting gaat fout, want ik ben heel Utrecht Centraal is kapot. Ik ga het even uitleggen. Vroeger had Utrecht Centraal een prachtige grote, gigantische Burger King. Nu hebben ze alles in één gegooid. Heb hier zeg maar Febo, Dunner Company, Burger King. Er zijn hier een heleboel mensen. Hoi! Hoi! Alleen ik ben nu bang dat er ook een heleboel mensen zijn die niet weten waar ze moeten zijn. Dus we moeten een nieuw verzamelpunt hebben. Rick, we staan in de weg. Ja, we staan in de weg. We versperren de openbare orde. Sorry. Hey vogel. Wow. Dus. Oh nee, er komt de trein, man. Het is hem. We gaan al weg, we gaan al weg. Ja. Oh nee, het gaat zo fout. Het NS-personeel begint zich ermee te bemoeien, want er wordt een soort kleine samenswering. We hebben afgesproken bij de piano, hier is het toch helemaal leeg. En dan heb ik op mijn Twitter gezet, yo, we zijn bij de piano. Kan iemand voor jullie piano spelen? Nee. Kan je ook goed piano spelen? Ik heb nog 2 lessen gehad. Dan doen we poep in de soep. Oh. Doen. Ja. Oké, okay, nou we gaan hier staan. Deze man heeft ook meteen fans. Zo. Fanclub. Oh, dit is gewoon lief. Ik speel hierbij mijn favoriete symfonie. Oh, pak je piano's.
awesome. Dankjewel. Nice. Oh. Applaus, applaus. Doe het nog een keer. What? Wat is die waar? Is mijn broodje lekker? Ja, lekker broodje hoor. Dat is mijn broodje. Weet ik. Haal geen kut. Ik kan wel de plooi maken. We lopen momenteel in de Polonaise over Utrecht Centraal. Nee, Rick, de Jolonaise. De Jolonaise. Super cool. We lopen deze kant op. Ik bestuur de Jolonaise momenteel. Als er nog kijkers me niet gevonden hebben, hier ben ik. De leider van de Jolonaise. Hij breekt! De Jolonaise breekt! Pak hem terug! Mensen, we trekken wel de aandacht. Abonneer op Serpent Gameplay! YouTube op Serpent Gameplay! Abonneer! Oké, nu loopt het echt uit de hand. We hebben een kleine fotosessie opgezet. Hier is Anna, professioneel fotograaf. Hier zijn mensen die misschien op de foto willen. Deze gast heeft zijn enige mooie kleding aan. Ja. Nee, dat is niet waar. Nee. Oh. Wow! Ik heb nog nooit een Miel Hou Je Bek t-shirt in het echt gezien. Ik wel. Wat voor t-shirt is dat? Van een vriend van mij van zijn YouTube kanaal. Ja, fuck die shit. Oké, je had iets voor me? Ja, alsjeblieft. Wat is dit? Dat is een gouden condoom. Een gouden condoom? Ja. Bro, thanks man. Hij staat hier echt op 09-2013. Hij is echt over datum, wat lief! Deze meid komt opeens opdagen. Out of the blue, helemaal boos. Wat is er nou? Ja. Jij staat voor mijn gezicht, wat denk je dat er aan de hand is? Ik weet niet, man. Ja, ik weet ook niet. Dit is echt heel ongemakkelijk. Anna, help! Ja. Dit is zeg maar Katlon. Bekend. Nee, maar Rick. Dit is Caitlin. Zij bro, maakt. Ik word fucking gedenied. Ja, dit is Caitlin's vriend. No fucks. Dit is Caitlin en die maakt. Gaat binnenkort de poster ontwerpen. Hopen we. En ze is onder andere de ontwerpster deur van het Jolo Waterpolo t-shirt. Ik verdien gewoon heel veel geld aan haar, zeg maar. Hier zie je een kijker en ik mag er de stift een snor tekenen. Wow. Wat voor snor is het? De snor. Oh, Helm. Hitler-snor, ik weet het. Ja, Hitler-snor. Nee, het is een... Het is een meer. 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 Ik ga echt bitches vangen met deze snor. Ja. Holy shit. Sowieso. Ik draag deze broek in deze relatie. Als zou je ook nog mijn shirt willen signeren? Dat was eigenlijk. Oh ja, ik wilde eigenlijk dat je shirt gesigneerd werd, maar dan teken ik een snor op je gezicht. Sorry Katinka, Snorman is mijn nieuwe favoriete kijker. Met Rick. Welkom bij een hele speciale editie van de wc-vlog. Yo! Het zit zo, Utrecht Centraal, wc's, geld kost. Ik heb van een kijker 50 cent gebied, want ik heb zelf geen cash. Sorry kijkers. En deze man wil ook plassen. Ja, ik moet fucking nog naar de wc, dus dat was wel handig. We gaan door één poortje heen rennen, het wordt echt legendarisch. Moeten we wachten. Ren al het poortje door. Snel, daar pas je in. Ja, ik moet daarheen. Dat zijn vloggers. Ja, dat is voor Enzo. Dat doen alle coole kinderen. Knophouwer. We kennen Enzo wel. Ja, echt? Is dat negatief of wat niet? Nee hoor, helemaal niet. Kijken jullie ook? Zoon, onze zoon kijken. En moet naar uw zoon toe en zeggen, ja, Serpent Gameplay moet je kijken, man. Serpent Gameplay is veel beter. Hij is ook een comedian en dat merk je ook in zijn grap, in zijn vlogs. Wat speelt hij nou? Minecraft. Minecraft. Ja. Dat ken ik niet. Minecraft. Nee, Minecraft, niet. Dat kennen we niet. Dat is helemaal de bom, zegt hij dan. Ja. Oké, maar Rick, okay. Kom, we gaan proberen hier samen doorheen te gaan. Als dat niet lukt, kom erbij. Je wordt echt heel gay. Nee, kom. Klim gewoon over dat ding heen. Je bent er toch al praktisch overheen. Ja, we willen er overheen. Je moet 50 cent doen. Oh ja, je moet 50 cent doen. We hebben maar 1,50 cent. Shit. Nou, heb je iets met de plassen? Dan kun je het samen het plasje delen. Mogen we ook met z'n tweeën? Met 1,50 cent? Ik ga plassen, doe je nerd. Kate! We gaan even freestylen. Oké, even voelen. Je bent best wel gay. Er was eens een man met een piano thuis. Hij had er ooit twee, maar die voelde zich niet thuis. Toen had hij de piano verkocht aan een andere man. Die ging erop spelen. Maar het bleek dat hij dat niet kan. Hij had een pianoprobleem. Oh, een pianoprobleem.
Want wat moet je met een piano als je niet op spelen kan? Hij staat wel in je kamer, maar je kan er niks mee, man. Oh, die piano. Jongens, allemaal klappen. Oh, die piano. Oh, die piano staat in de weg. Kan hij niet ergens anders heen? Nee, dat kan niet, want hij is lelijk. En hij is niks waard. We gooien hem in de open haard. Oh, die piano. Wat een kutpiano. Maar de man wilde wraak, dus hij at de piano op. Hij was wel zwart, maar hij smaakte niet naar drop. Oh yeah. Wie was zwart, de man of de piano? De piano was zwart. Oh yeah. Mensen zeggen dat ik niet goed ben in improvisatie. Ja. Maar kijk me hier staan, ik heb een relatie. Wow. Niet met Caitlin. Time out. Zijn wij mijn fanarts? Help! Volgende fan. Ik ga door. De man had last van piano in zijn maag. Hij moest naar de wc, maar zijn stoelgang was traag. Want hij had het pianostoeltje ook gegeten. Dus stoelgang in stoel. Yeah. Ik zit momenteel in de McDonald's met de 8 mensen die wel naar mijn optreden willen. De helft is even onzichtbaar geworden. En ik heb de meest kutte hamburger ooit gekregen. Ik heb zeg maar een quarter pounder royaal. Dan flikkeren ze er opeens bacon op. En andere troep. Weet je wat erop zit? Geen bacon! Zeg maar quarter pounder royaal, maar dan niet royaal. En hij is ook gewoon echt heel lelijk. Dat is ook even iets benoemenswaardig. Dit is alsof iemand deze burger binnenkreeg. Zei die is heel lelijk. Toen hebben ze hem helemaal kapot gemaakt. Nog lelijker en toen weer teruggegeven. Dankjewel McDonald's. Shout out. Eén man. Eén missie. Een roltrap die de andere kant op gaat. Hij rolt niet. Hij rolt niet. We lopen momenteel door het schattige Utrecht op zoek naar een plek voor grapjes. Waar zijn die grapjes? Hier zijn die grapjes. En dan ga ik daar grapjes maken en bier drinken. Vooral het tweede, want het eerste ben ik nog niet zo heel goed in. We zijn binnen. Dit zijn de vrouwen van de Bali en dit is mijn entourage. Hoi fanclub. Hoi. Ik moet nu eventjes mensen gaan zoeken, denk ik. Hier staat een mooie poster. Als je fan bent van mooie posters, dit is het. De fans van Rick. Mag wel harder hoor. Mag harder? Mag harder. Mag de microfoon harder? Fans van Rick. Mag harder. Ja, dus ja, weet je, ik sta nu tegen kinderen te praten van 12. Wow, helemaal niet waar. Dus je zegt, is dat jouw fanbase toch of niet? Ik heb ook oudere fans hoor. Oudere fans, ja je moeder, maar... Dus ja, we spelen hier. Dit is het. Het is een echt letterlijk een kelder. We zitten onder de grond momenteel. Dus oké, okay, dan roep je naam en je nummer. Is there a pauze? Yes, after the 8. Okay. Oh, could you follow everything, Jens? Yeah. Okay, check. Sean 4. Sean 4, Sean Klepper. Nou jongen, laat maar zien. We're not getting a light. Rick 10. Rick 10. We hebben dus net gewoond. Deze jongens is 10e. Hey, voor jullie is het deel 1. Als eerste. Hey dudes, welkom bij het nieuwe wc-vlog. Mijn geblas overstemt momenteel best wel weinig vlog. Dat is het nadeel van de wc-vlog. Momenteel zijn we bij comedian nummer 6. Ik ben comedian nummer 10, zoals de fantastische bierviltjes hebben bepaald. En ik ben best wel zenuwachtig. Maar er zijn redelijk wat goede comedians en ik wil toch wel door. Ik heb het gevoel, als ik van de 16 niet bij de beste 5 zit, ben ik een sukkel. Dat staat eigenlijk helemaal nergens op, want de meeste mensen spelen al jaren, hebben veel meer ervaring. En ik ben pas 20, ik ben dus duidelijk makkelijk de jongste van iedereen hier. Dus het is helemaal niet erg als ik niet bij de beste 5 hoor. Maar meer het binnenkort gewoon nog een keer. Ik heb nog zat tijd om het door te ontwikkelen. Ik ben echt 2 maanden bezig met stand-up comedy. Maar toch heb ik zoiets van, ik moet dit winnen. Ik moet het bewijzen als die jonge jongen. We gaan het zien. Hallo allemaal. Hallo. Hoi. Ik ben Rick. Ik ben 20 jaar oud. En volgens mijn moeder... Lijk ik op Epke Zonderland. Ja. Volgens mijn vrienden lijk ik meer op een lesbienne. Gewoon rond de 60. Maar dat zegt meer over Epke dan over mij. En weet je, misschien is Epke wel een lesbienne. Je weet het nooit met die turnsters. En dat gebeurt dus wel. Er kijken heel veel mensen wel. Er kijken momenteel 78.224 mensen. En bekend zijn op internet is een beetje alsof je de coolste jongen van de klas bent. Maar dan wel op het speciaal onderwijs. En ik kan het weten, want ik studeer scheikunde. Het is ongeveer hetzelfde.
Laatst had ik dus een geniaal idee. Ik geef al die mensen, geef ik mijn adres. Tenminste, het adres van mijn moeder. Ik woon nog thuis. En ik zei, hey jongens, stuur mij jullie shit. En ik hoopte dan op een leuke tekening of een paar slipjes. En vooruit een PlayStation 4. En toen kreeg ik dus een doos met kak. Dat was niet wat ik bedoelde met stuur mij je shit. En dan denk je, doos met kak, goor. Het was eigenlijk best feestelijk. Het was echt een gigantisch. Yo, what up bitches? Ik ben door in de halve finale! Hey! Super blij, echt super blij. Ik ben vierde geworden op de avond. En dat betekent dat ik nog drie mensen zijn die keihard moet verbeteren en in moet gaan halen met geniaal materiaal. Maar daar hebben we de tijd voor. Ik zal op internet dumpen wanneer de halve finale is, zoals je daar interesse in hebt. Ik ga de speel dan 8 minuten in plaats van 5. Dat is 3 minuten extra plezier. Wegens mijn glorieuze overwinning is er een keiharde party in de trein. Tenminste, ik heb een biertje gekocht. In mijn eentje. En er is ook een zak chips aanwezig. En deze gast heeft een broodje termijn. Yo. Het is alles waar een serpentje over kan dromen. Nu is het vet kut, want de halve finale is nog over 2 weken. En ik was nu zijn we vandaag vierde van de 5. Dus ik moet nog grappiger worden. En dan naar de finale. En dan beste comedian 2017 worden. In ieder geval, ik heb een hele topavond. Iedereen die er was, bedankt. Vaker doen, denk ik, zo'n fanmeeting ding. Leuk. Yay. Ik ben nu op mijn overwinningsfeestje. Je moet hier allemaal heel blij van me zijn. Hey! Ik ben in het huis van bekende YouTuber Jurbalensi. Herkenbaar aan de vlinder en de kiphaan en de spin, aan de muur. En de spin. Oh, spin? Oh ja, er zit een spin in de hoek, maar die ga je nu niet kunnen zien. eigenlijk is Marieke jarig, deze chick. Tenminste, vorige week. Gefeliciteerd met jezelf. En ja, dat was gewoon zo van even beginnen om. Hoe laat zijn jullie begonnen? Half negen. En 2 uur gaan we weg de stad in. En het is nu zeg maar, ik was er 2:30. Ik kan er ook niks aan doen. Grapjes en zo. Ik moest even mijn gigantische bokaal in ontvangst nemen. Oh, echt? Nee, het was geen bokaal, maar ik kreeg wel een handdruk. Dat is ook goed. Dus ja, hier neemt Jurgen zijn video's op. Hier. Dit is de enige echte Jurbalensi chillplek. Behind the scenes. Sorry. Dat ik echt een hard hat. Die doen we op. Zo, nu ben ik Jur. Can't hear the haters now. Hey Jur. Yo man. Ja, vloggen. Ik kan de haters niet horen zo. Hey, je hebt mijn bouwdempers gevonden. Echt, heb ik ze gevonden? Ze lagen gewoon even op je bureau. Wow, wat jij nou wat heel duur gereedschap, ja. Hè? Hoe duur? Nee, het is geen gereedschap. Ja, weet je wat het is? Ja, dat is onbeschermers. Ja? Zo'n onbeschermers. In welke klasse verdeel je dat onder? Veiligheid, shit. PBM's. Wat? PBM's. Waarom? Wat, persoonlijke beschermmiddelen. Sowieso. Weer wat geleerd, homo's. Homo's. Hey bitches, ik was net in de club en dat was, ja, dat was helemaal niet zo leuk. Dus ik ga gewoon naar huis, joh. Yay! Waarom heb je iedere vlogster een comedy? Ja. Promotie. Nee, het is gewoon, dat zijn de enige dagen dat ik weg ben van huis. Daarom heb ik heel veel stand-up comedy in mijn vlogs. Anders zit ik op mijn kamer en huil ik. Heel zacht. En kijk naar deze vlog. Als je het niet leuk vond, jammer dan. Yo, later. Ik heb geen handen. Oh.